Wat bleek nou? Monique scheen het nogal leuk te kunnen vinden met een DJ. Een Nederlandse DJ, Vinnie James. En daar zouden ze, die zouden samen gespot zijn. Deze meneer is dat. Zouden samen gespot zijn. Zouden meer dan goed met elkaar kunnen vinden. Dus wij dachten, nou, we gaan toch eens even bellen met het management van Monique. Die lieten ons dan het volgende weten. Waar wij normaliter nooit reageren op roddels, willen we nu laten weten dat dit echt complete onzin is. Dus helaas, hoezeer we het haar natuurlijk ook gunnen, want volgens mij gunt iedereen in Nederland haar. Dat is het. Een leuke fan. Ik denk wel echt dat er oprecht heel veel mensen zijn in Nederland die het haar enorm gunnen om een hele leuke man tegen te komen. Zo lukt. Maar een hele leuke vrouw, toch? Dit... Of een hele leuke vrouw. Nee, dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel, ik vind het een hele leuke vrouw. Oh, nee, ik neem ze begrepen. Het kan zijn dat ze heel erg is afgeknapt op de mannen. Het kan zijn dat ze heel erg is afgeknapt op de mannen. Maar ik denk toch nog wel dat ze... Zo bedoelde ik het niet. Nee. Monique vind ik een leuke vrouw. Je bent ook nog vrijgezel. Was dat hem niet? Nee, jou is op, joh.